Hallo allemaal, ik ben Thijs van Lieshout, commandant van de brandweer in Amsterdam-Amsterdam en voorzitter van Brandweer Nederland. Ik mag een mooi gedicht voorlezen. En het heet Stoere Lieden op een rij. Reed ik net aan voorbij, wat is daar aan de hand? Ik kon niet aan de kant, zwabberend achter het stuur, bijna verpletterd door het getuur. In mijn achteruitkijkspiegels is het imposante gebeuren alweer Achter de heuvel van de rotonde verdwenen? Had ik maar een fiets kunnen lenen, was ik omgedraaid en verdraaid, dan had ik geweten wat ze daar uitvreten. Coronaproefmaatregelen treffen? De gevolgen van de invoering van de avondklok beseffen? Wat ze ook deden, het stemt mij tevreden. Iets van orde en gezag uitstralen, doet ons niet verder afdwalen. Iets van veiligheid. In deze onzekere tijd, wie zal het zeggen? In ieder geval hulde aan de daadkrachtige brandweerlieden die hun leven telkens weer in de waagschaal leggen. Dat blijft hoe dan ook doorgaan. Mannen en vrouwen, blijf rechtop staan.